Hey, zorg gewoon dat er niks met Simon gebeurt, oké? Hij brengt ons geluk. Ik sloop iedereen die hem aanraakt. Oké, Joey. Niet te geloven dat ik dit ga zeggen, maar jij bent de spierbundel. Ik ben de spierbundel. En daarbij hoort veel verantwoordelijkheid. Tenminste, dat denk ik, want ik ben nooit de spierbundel geweest. Bedankt dat ik mee mag doen, Joey. Dit wordt echt verschrikkelijk leuk. Leuk? Leuk, Skippy. Dit is bloedserieus, man. Kijk om je heen. Dat beest is niet te beschermen hier. Ik heb eens geteld en er zijn 47 routes naar deze hal. En 48 als die tijgerhaaien door de vloer kunnen graven. Dit is zo slecht. We worden de groentjes die Simon niet te kidnappen. Dat moeten we doen. Hier blijven is geen optie. Verzin een nieuw plan. Momentje, oké? Ik denk na. Staar me niet zo aan als ik nadenk. Daar word ik hartstikke nerveus van. Goed getraind, jongens. Zie jullie later. Hey, ik ga onze bodyguards eens besluipen en ze laten schrikken. Dan krijgen ze vast als een steltje kleine meiden. Ah! Ciao. Tijgerhaaien! Nog 4, 3, 2, 1 en pauze. Ik hoef geen pauze. Dankzij jou en met titanium huppen voel ik me net de Terminator. Niet te hard van stapel lopen, Budge. Ik moest net nog je waterfles voor je opendraaien. Maar nee, dat had ik best zelf gekund. Maar jij kon wel wat beweging gebruiken. Ik moet een beetje op je letten, schatje. Jij bent het beste wat de rimpelkwekerij is overkomen sinds Ralphie opkwam dagen in zijn korte broek. Oké, allemaal, de finale. Verrassing! Liv, wat doe jij nou hier? Ik geef zang- en dansles. Ik heb nagevraagd en ze hadden toch nog plek voor een vrijwilliger. Dus maak kennis met het Gouden Koor. Hallo. 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 Zie ik nou dubbel of ben ik weer een lens kwijt? Baxter Fontanel, aangenaam. Baxter, zet jij even de piano daar? Tuurlijk. Laat de 70-jarige met de stok maar met de piano zeulen. Wacht. Ga je hier repeteren, Liv? Dit is mijn zaal. Ja, maar de anderen zijn al bezet. En het is toch leuk om te delen? Weer zo'n tweelingding dat we samen kunnen doen. Hoe vertel je je beste vriendin dat ze weer terug naar haar sloop moet gaan? Je kijkt haar recht in de ogen en je vertelt haar precies waar het op staat. Ik ben zo blij dat je hier bent. Yes, hands. Yes, hands.